Was het bedankt om te luisteren naar de ochtendshow. Morgen geven wij tussen 6 en 9, Vincent en ik, de laatste tickets weg voor Wouters en Van Geel in de Lotto Arena. Dus zeker luisteren. Tot morgen en bedankt. Wat is het? Blijf nog maar even zitten, Wim Oosterling. Even kort samenvatten. Heel de week al zijn er mensen berichten aan het sturen via 466 van oh, Wim Vincent, ja. We zouden zo graag Céline Dion horen. Af en toe is iemand. Af en toe is iemand. En nu heb ik dat toch wel... Hebben we dat hier eigenlijk live op de radio ter plekke gekoppeld aan een rode neuzen actie. Als er 500 berichten zouden binnenkomen met als boodschap kijkt, Céline Dion via 4666. Je kijkt iets te zo enthousiast uit je ogen of zo. Ja, ik denk dat de mensen gewoon even nu nog een allerlaatste effortje zouden moeten doen. Allee, gewoon heel even zo voor het goede doel en om Wim te pesten 4666 sms'en via... Céline Dion sms'en naar 4666, dat is het. Want bij 500 berichten zouden we Céline Dion draaien. Dan hebben we 500 euro. Ik voel de bui al hangen. Wim Oosterling. Allee, toe, kom, zeg het. Allee, laat. Zeg het, kom. Ik kijk hier naar mijn scherm. En momenteel, maar er komt voortdurend nog bij, zitten we op... 1490 berichten. Fuck! Fokkers! Nu al 1500. We gaan gewoon los door het plafond. Man. Dat is meer dan een drievoud dan afgesproken. Jullie zijn zo echt... Ik hou niet zo van jullie, lieve luisteraars. Wim, die lieve luisteraars hebben net samen meer dan 1005 euro ingezameld voor Rode Neusdag. En voor Céline Dion.